welkom. Zoals jullie kunnen zien zijn al mijn koperblokken eindelijk helemaal verkleurd. Behalve op dit ene kleine blokje na. Maar hé, dat maakt niet uit. Dat betekent dat we ze eindelijk allemaal kunnen hakken. Oké, nu gaan we dus wachten tot dit laatste blokje ook verkleurd is. Het duurt me te lang. Hallo. Hallo. Ik heb die trap heb ik gemaakt. Oh, je hebt een val gemaakt. In het railsysteem. Ze moeten haar door jullie, door de tunnel van het postkantoor naar haar huis laten gaan in de minecart. Oké, dus als Char door mijn, ze moet van haar huis naar het postkantoor gaan, dan gaat ze dood. Of andersom. Ja, we moeten even een sneaky manier bedenken om haar gewoon dat te laten doen zonder dat het verdacht is. Ik kom zo al naar jullie. Ik bedenk wel iets, oké? Oké, het is dus tijd om Char te vermoorden. Het is tijd om de jager te zijn. Oké, het plan is dus heel erg simpel. Joris en Char zitten momenteel dus in een Discord call. Gewoon gezellig te kletsen. Alleen heb ik aan Joris gevraagd of hij zijn scherm met Char kan delen, zodat zij stiekem kan meekijken met de conversaties die Joris en ik hebben. En het plan is dat ik nu naar Joris toe zal gaan om te doen alsof ik op een soort treininspectie kom en dan eigenlijk mijn geheime plan wil vertellen om Char te vermoorden. En dit plan zal natuurlijk een nep plan zijn, maar dat weet Char niet. Char zal dit plan natuurlijk horen via de Discord en denken dat ons geheime plan om haar te vermoorden mislukt is, omdat ze dus stiekem mee kon luisteren. En ik gok dat ze dan direct online zou komen om mij uit te lachen. En ik zie je wel op de achtergrond daar bouwen. Jij gaat online komen om mij uit te lachen. Alleen zal dit natuurlijk de grootste fout van haar zijn. Zodra Char dus online komt, zullen Joris en ik een plan voorstellen om te gaan racen tussen onze spoorwegen. Gewoon om te kijken welke het snelst is. Weet je, waarom niet? Maar omdat Char natuurlijk denkt dat ons geheime plan dan mislukt is, is het helemaal veilig om het spoor te nemen. Want ja, daar zit toch niks achter. Toch? Toch? Joris heeft dus een valstrik gemaakt op het spoor van Char. Het is een hele simpele val. Ergens halverwege wordt ze uit de minecart gezet. En dan valt ze een hele dodelijke val naar beneden. Zo simpel is het. En ik snap natuurlijk dat dit een heel ver gezocht plan is. Maar laten we maar direct naar Joris gaan en kijken of dit gaat werken. Ik ben echt heel benieuwd. Joris de Pipa Porus. Ja. Ik kom hier voor jou. Voor inspectie. Het is zover. Oh jee. Ik kom hier voor inspectie. Mijn huiskraan is gewoon veilig. Nee, het is niet je huiskraan. Daar ga ik allemaal niet over. Kom hier. Ik heb alleen even een boekje. Nou, heb jij een boekje? Dus jij hebt een boek. Kijk, dit zijn gelijk pluspunten. Dan ga ik het allemaal noteren. Hé, ik ben hier voor spoorwegcontrole. Oh! Ja, ik kom namens het postkantoor hier even controleren bij jou of jij alles wel goed doet. En ik kom ook voor een ander puntje. Dus ik ga eerst even gewoon een korte inspectie hier zo doen. Ik was gisteren, was ik natuurlijk naar de, wat is het, die XP-farm. En dat is best wel een lange val naar beneden, daar bij die XP-farm, weet je. Ik dacht dat is eigenlijk een perfecte plek en die is volgens mij van Char. En Char is echt de moeilijkste om te vermoorden. Dus ik dacht misschien is het wel leuk als we Char daar proberen te pakken. Want die gaat er waarschijnlijk gewoon blind inspringen, want ja, het is haar XP-farm, weet je. Of die van Floor en haar, ik weet niet precies van wie die is. Dus ik dacht misschien is het handig als we dan daar een soort van halverwege een string doen die dat water dan weghaalt of zo, weet je. Kijk, het idee is leuk. Ja. Alleen ik zit met Char. Nee, godverdamme. Nee. Eeuw. Nee, Char, godverdamme. Ze gaan ook helemaal stuk. Nee. Het gaat niet werken, Max. Nee, natuurlijk gaat het niet werken. Waarom zit je, waarom zeg je dan niet dat je aan de kant zit als ik al begin erover? Ja, ik heb toch geen tijd, jongen. Jongen, ik had zo'n goed idee. Ik dacht, ga eindelijk even wat als jager doen. Nog helemaal geen drol gedaan. Echt heel kut dit gewoon. Ik ben gewoon rustig mijn piep aan het bouwen. En jij kwam aan en ik dacht, ik ben heel benieuwd waar dit gesprek heen gaat. Echt heel spoorweginspectie! Ja, ik gooi het onder de koffer. Even leuk, weet je. Even leuk doen. Gewoon een leuke roleplay. Maar nee, nee hoor. Yo, nu is René. Nu wil ik. Nou, René is trouwens onmogelijk. Ik was zeggen, nu kunnen we een race doen. Maar René, de spoor is wel te ver weg. We kunnen meerdere stations testen. Dat we die van Harlow en Zeezombo tegelijk doen. Ja, ik moet hem toch wachten. Oh, moet ik ook wat doen? Nou, hoeft niet. Maar ik ben er nu toch. Max, ja, kom eens. Oké, wacht. Ik heb een minecart nu. En ik denk dan alleen die van KB. En. Nee, die anderen zijn allemaal te ver weg. Anders denk ga ik, jij vanaf meneer KB. Ja, ik zit even te kijken of er nog één is. Want René is er nu ook. Alleen René de spoor is wel te ver. Ik denk dat René de spoor niet in de buurt komt van jullie sporen. Nee, dat is ik twijfel verder, tussen die van KB en Char, twijfel ik. Welke het snelste is. Ik denk dat het voor jou eigenlijk ook te ver is. Die van KB is dichtbij. Ja, maar die van KB moet bochten maken. Die van Char is regelrecht, weet je? Waarom testen we het niet gewoon? Ja, heeft iedereen een minecart? Oké, wacht, ik roep wel als ik daar bij mijn ding zit. Oké, ik ga bij die van KB met mijn minecart. Moet ik bij mijn eigen? Dan, ik denk dat jij je eigen het best kan doen, ja. Ik ben ready. Zeg maar als jullie ready zijn. Wat we het best kunnen doen is gewoon, jullie hebben een knop allemaal, toch? Ik moet gewoon Minecraft neerzetten en er direct in gaan zitten. Ja, oké, ik zit erin. Ik kan gewoon op B klikken en dan ga ik. Dus zeg maar als jullie ready zijn. Twee, nou, bij één of bij één? Go. Go, nu gewoon. Nu, go, 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 nu, go, nu, nu, go, nu, nu, go, go, go. Ja! Hi!
Let's go, Max! Let's go! We hebben hem! Let's go! Joris, het werkte! Het meesterplan! Het meesterplan! Wat een fantastisch meesterplan! Ik zit vast onder de grond! Het meesterplan. Ik kan mijn waterbuckets bij me, bro! Was dat stuk zo straks allemaal gepland? Ja. Ja. Oh my god. Het hele plan over een nepval die we zouden maken. Ik zei tegen Joris, deel alsjeblieft je scherm met Char, dat ze kan zien dat we een nepplan maken. Je had niet eens gezegd dat je een nepplan zou maken. Nee, dat maakt het nog extra goed. Dan denkt ze, oh, dan is dit onveilig, weet je. Want we hebben een ander plan, dus mislukt. Weet je hoe moeilijk het was om voor jou een trap te bedenken? Joris heeft de trap natuurlijk bedacht. Alleen, we moesten die er wel voor laten vallen. Jeetje, hé jongens, dat is gewoon gelukt. We hebben eindelijk iemand vermoord als jager. En niet zomaar iemand, ook degene met de beste gear, de beste armor. Char, je bent dood. Lekker voor je. Goed, dat betekent dat alleen nog Justin en Zeezombe over is, maar dat laat ik aan andere jagers toe. En dan ben ik heel benieuwd wie dit gaat winnen. En over Justin gesproken, volgens mij komt hij zo meteen mijn kant op. Ik ben benieuwd wat hij wilt. Kom ik hier omhoog? We hebben een lift gemaakt, Justin. Ja, dat weet ik toch allemaal niet. We hebben een lift gemaakt. We bereiken hem niet eens. Ja, ik heb een paar klachten eigenlijk. Klachten? Over wat, man? Ik heb klachten over jouw postkantoor. Hoezo? Nou, ik heb 10 diamonds betaald. In ruil daarvoor zou ik postzegels krijgen. Heb je nog niet ontvangen gekregen. Natuurlijk. Gaan we nu samen regelen voor jou. Kom anders even mee. Nooit gekregen. Kom anders even mee. Postzegels erin, dan mag je hem zelf versturen. Hard tegenaan slaan, terwijl je sprint. Kijk. Ik heb dus ergens post naar me toe gestuurd en moet ik weer naar huis toe lopen om een pakje te openen. Ja, jij wilde het via de post. Dat stukje grond daar met die roze bloemetjes op de grond, daar komt binnenkort een SRV-wagen. Een wat voor wagen? Een rijdende winkel. Een rijdende winkel? SRV staat voor super rare voertuig. Dat is waar. Even een momentje voor Petronellius. Ik mis je nog steeds elke dag, Petronellius. Jawel. Ik heb dus echt geen idee wie het is. Dat is mijn vogel, man! Ik kreeg een brief opgestuurd. Ja, van Petronellius. Ja, en toen dacht ik, oh, ja, sneu voor de beest. Maar ik ken die niet. En dan nu, jongens, zijn we inmiddels al iets van 8 minuten in de video. En zijn we eindelijk met de facecam aanwezig. Je zou inmiddels al denken, terwijl je deze video keek, zal ooit die facecam nog terugkomen? Ja, hij komt terug, jongens. De moord van Char en het gesprek met Justin was allebei eigenlijk helemaal niet ingepland dat ik dat direct zou gaan doen. Dus ik zat er een beetje als een slons bij en ik dacht, weet je, die facecam komt later wel. Maar goed, daar zijn we, hè. We zijn er gewoon. En zoals jullie kunnen zien, jongens, is er van alles mis met mijn pad hier. Het is helemaal blauw geworden. En vooral daar aan het einde. Dit hier, dit kan echt niet gewoon. Dit ziet er niet uit. Dus laten wij eventjes naar binnen gaan. Naar deze prachtige kist die hier gaan. Nemen we 12 diamonds mee. Springen wij hier naar beneden. Niet op de farm van Char. Dat zou een beetje lullig zijn. We hebben er al deze video vermoord. Gaan we ook niet de farm mee vermollen. Vermollen, goed woord. En zo zijn wij aangekomen bij de kraam van Rini en Flo. Wat eigenlijk Rini en Flo moet zijn. En die verkopen natuurlijk prachtige honing. 1 diamond, 2 diamond, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we al deze diamonds uitgeven. Ik ga dit namelijk wel echt nodig hebben, al deze honing. Gebruiken wij mijn prachtige waterlift om weer omhoog. Oké, dan is het tijd om dit eerst eventjes allemaal terug te zetten naar zijn goede kleur. Nu dat gedaan is, gaan wij het allemaal lekker waksen gewoon. Lekker vies geluidjes dit. Oh, lekker waksen. De vloer moet lekker gewaksen worden. Sorry voor dit. Hier binnen begint al mijn koper ook helemaal te verkleuren. Dus dat gaan we ook gelijk eventjes waksen. En dat kan je heel mooi zien aan deze koper. Hier, daar kwam ik de hele tijd niet bij. Dus dat kunnen we eindelijk gewoon eventjes oplossen. Stoorde ik me al de hele tijd dood aan. En ik heb echt bij lange na niet genoeg honing hiervoor, jongens. Maar honing is ongeveer, nou laten we zeggen, precies nu gewoon op. En ik heb nu dit hier allemaal kunnen doen. Letterlijk dit hier allemaal hier binnen. Dit hele stoepgedeelte hier is allemaal netjes eindelijk een keer gewakst. Maar ja, als wij deze koper hier dan even omtoveren tot de blokken die ik nodig heb, de stoeprand even netjes plaatsen, vervolgens de stoep zelf ook nog even plaatsen, die vervolgens ook de goede kleur geven, want de helft ervan is natuurlijk blauw, en dan te beseffen dat dat ook allemaal nog gewakst moet worden. En ik heb nog maar 4 diamonds, daarmee kan ik 2 stack wax kopen. En ja, je kan zien dat dit meer dan 2 stack is. Zeker als je bedenkt dat dit gedeelte hier ook nog moet. Oh nee. Gelukkig, jongens, hebben we nog 1 soort van redmiddel voor nu. En dat is dat Harlow laatst zijn 10 diamonds heeft betaald. Althans, 10 diamonds. Hij heeft me 5 diamonds betaald. En vervolgens heeft hij me zijn enchanted diamond leggings gegeven. Dus ik heb hier nog 5 diamonds.
Dus we kunnen nog even wat honing kopen. Daarmee weer even lekker vieze geluidjes maken. En daarmee hebben we nu de hele binnenste rand hier kunnen doen. Dus dat is op zich wel fijn. Maar het is toch even tijd voor meer diamonds, zodat we meer honing kunnen regelen. En we hebben hier op het marktplein, waar ook de honingwinkel is, hebben we natuurlijk nog steeds de missiewinkel. Die hebben we nog maar één keer gebruikt. Dus laten we even kijken wat voor nieuwe missies er inmiddels zijn. Oké, jongens, ik had als verzamelquest als idee, laten wij nou gewoon 3 stack birch leaves claimen of hakken. Dan kunnen we 1 diamond claimen. En 2 stack terracotta voor 1 diamond. Oh, en je kan ook 2 stack gravel voor 1 diamond doen. Oké, laten we even kijken. Gravel, oh, dan kunnen we er wel nog maar 3 diamonds hier claimen in totaal. Voor terracotta en gravel. Birch leaves kunnen we nog 4 diamonds voor claimen. Oh, oké, dat gaan we doen. Oké, jongens, ik heb een lijstje gemaakt met dingen die ik moet doen om diamonds te verdienen in deze winkel. Ten eerste moeten wij 12 stack birch leaves. Dat moeten we sowieso verzamelen. 6 stack gravel moeten we verzamelen. Dus ook op zich wel te doen. En dan tot slot het meest rare is een gedicht aan Joris van minimaal 4 pagina's. En daar kunnen we volgens mij ook een diamond of 2 voor vangen. Dus laten we even kijken of we dit snel kunnen doen. En dan kunnen we daarna gelijk verder. En ik weet toevallig als ik heel ver die kant op ga, voorbij de vuurtoren. Kijk, daar zie je het al. Daar is een birch biome. En gelukkig zijn wij daar in 3, 2, 1. Jeetje, toen waren we ineens gewoon in de birch biome. En hier kunnen we dus gewoon alles lekker helemaal gaan hakken zoals dit. Ik heb behoorlijk wat schade meegenomen. Alleen ik vraag me of dit even goed genoeg gaat zijn. Want ik moet 12 stack birch leaves hebben. En ik kan je zeggen, 12 stack is best wel heel veel. Lekker birch leaves hakken. Een hele simpele stomme taak. Yeah, let's go. Oké, ik heb nog maar 2 scharen over. En ik denk niet eens dat ik het ga redden. Ik heb wel... Nou, misschien dat we het net aanredden. We hebben nu bijna 8 stack. We hebben iets meer dan 7 stack op het moment. Misschien dat we het net aanredden. We zijn bij de laatste schaar aangekomen. Als deze stuk is, dan gaan we terug. En dan hopen we dat we genoeg hebben. En hij is stuk. En ik denk het, als ik het zo zie aan dat ene blokje hier in mijn inventory. Ja, jongens, we hebben genoeg. Denk maar, we hebben zelfs gewoon 13 stack. Oh, er ligt nog meer. We hebben meer dan 13 stack. En nu is het tijd voor gravel. Jeetje, toen waren we ineens in een hele andere biome bij heel veel gravel. Hier hebben we gelukkig maar 6 stack van. Nou, trouwens, gelukkig. 6 stack is ook op zich wel veel. En ik denk dat de leaves uiteindelijk sneller gingen dan dit. Maar hey, we gaan gewoon even 6 stack gravel hakken. Gelukkig zitten we al op de helft. Het gaat behoorlijk snel, daar ben ik heel blij mee. Zo, dan hebben we ook meer dan genoeg gravel. En dan nu is het echt tijd voor de laatste explosie van deze video. Jeetje, oké. Weet je, dit was echt de laatste explosie. En we gaan nu door naar de allerlaatste taak. Het gedicht voor Joris. Maar goed, eerst gaan we even langs het postkantoor. Want ik hoor dat er post is van meneer KB. Een beetroot, oké. Postzegel van KB aan Joris. Mensen zijn soms zulke random post aan het versturen naar elkaar. Aan Joris. Nou, Joris, bij deze, jij krijgt een postzegel en een beetroot. Hoppakee. Hoppakee. Verstuurd. We hebben ons dagboekje. Klim even de ladder op. Springen even op de lantaarnpaal hier. Gaan een lekker... Ik heb weer post. Oh, natuurlijk, jongens. Joris, zijn postsysteem werkt zo dat als hij post krijgt, dat de minecart wordt leeggemaakt en gelijk wordt teruggestuurd. Joris heeft zijn postaansluiting echt het best gecreëerd van iedereen in de server. Goed, dan zitten wij even lekker vredig hier op de lantaarnpaal. En is het tijd om een boekje te schrijven. Een mooi gedicht aan Joris. Lieve Joris, wij kennen elkaar nu al langer dan een jaar. Dus bij deze een lief gebaar. Het begon allemaal bij het event waar jullie moesten rennen. Daar leerden wij elkaar kennen. Je was de snelste. De eerste. En zeker niet de skeerste. Nu zijn we een jaar of 2 verder. En ben je nog steeds geen schapenherder. Ik snap dat je denkt dat ik dit alleen maar zeg zodat het kan rijmen. En dat klopt compleet. Ik moet namelijk over mijn koperen vloer heen slijmen. En nu hoor ik je denken. Is hij mij nou aan het pranken? Nee, natuurlijk niet. Oh ja, meneer KB verstuurde je net een beat. Ik zal maar eerlijk met je zijn, Joris. Als ik naar voetbal kijk, denk ik... Hey, kom op, score is. Oké, maar even serieus. Want je bent inmiddels bloednerveus. Ik heb diamonds nodig voor mijn koperen vloer. Want het oxidizen ligt op de loer. Char had als opdracht om een gedicht te schrijven aan jou. Dus ik deed het maar gauw. Ik hoop dat je hebt genoten van dit gedicht. Want ik deed het verplicht. Vele groeten en veel geluk. Ik klik nu op signboek. Verruk, mijn pagina's zijn op. Dit lijkt net een rare mop. Ja, dat was het eigenlijk wel. Goed, dan pakken wij een minecart. Dan gaan we bij Joris gaan we de minecart neerzetten. Dan stoppen wij ons... prachtig gedicht in. Dan versturen we die naar hem. Rennen we snel naar de winkel van Char toe. En dan hebben wij hier de locatie. Dan gaan we hier ons gravel inleveren. 2 stack voor 1 diamond. Pakken we deze diamond en deze diamond ook. Doen we hier nog 2 stack. En doen we hier nog 2 stack. Dan hier de birch leaves. 1, 2, 3, 4 diamonds. Voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birch leaves. 12 stack birch leaves. En dan de quest hier. Welke is het?
Gedicht voor 2 diamonds. Daar gaan we, jongens. Het gedicht is geschreven. Hij is opgestuurd naar Joris. Ik hoop dat je hem leuk vindt, Joris. Dan hebben wij 9 nieuwe diamonds. Eindelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaan we gelijk 8 gaan... Nou, weet je, we gaan ze gelijk alle 9 uitgeven. Zo. Dan kunnen we het allemaal uitbesteden aan deze stomme stinkvloer, jongens. Gaan we weer. Lekker smudien. En dan zijn we letterlijk tot hier gekomen. Alleen het laatste beetje kan net niet, maar dat is het laatste beetje, jongens. We hebben dit allemaal nu kunnen lekker onderslijmen, gewoon. Lekker ondergeplakt allemaal. En dan nu is het tijd om even de infrastructuur hier een beetje af te maken. Even wat platformen te bouwen waar wij volgende bouwwerk op kunnen komen. Want op deze manier diamonds verdienen, jongens, is leuk. Maar dat kan veel sneller. We moeten gewoon een winkel bouwen. Dus ik had gezegd geen explosies meer deze aflevering. Maar we gaan toch nog 1 explosie doen. Oké. Dit was daadwerkelijk de laatste explosie. Beloofd. En zoals jullie kunnen zien, jongens, is de infrastructuur een heel stuk verbeterd. We hebben nu dit hele pad natuurlijk hier omheen. We hebben hier ruimte voor een gebouw. En we hebben hier natuurlijk ruimte voor een gebouw. Dan hebben we het pad dat nu daar helemaal heen loopt. Hier een soort straatje nog. En er tussendoor ook nog een straatje. En overal natuurlijk ook gelijk de lantaarnpalen geplaatst. En ik zie nu, jongens, dat ik nooit deze boom heb afgebouwd. Hij moet namelijk nog een stuk hoger, denk ik. Volgens mij ben ik dat ooit gewoon vergeten toen ik aan het verder bouwen was. Dat ik die boom nog aan het bouwen was. Maar in ieder geval, jongens, ik denk dat ik hier een farm wil gaan bouwen. En hier ook een farm. En nee, dat bedoel ik niet natuurlijk een wortelfarm of een aardappelfarm. Ik denk daarbij natuurlijk aan gewoon een prachtige farm. Zoals een cactusfarm of een sugarcane farm. Of bijvoorbeeld een mooie bamboefarm. En misschien kan ik wel 4 van die farms bouwen. En dan allemaal hierin verstoppen in een gebouw. Althans, een mooi gebouw dat we hierop gaan bouwen. Misschien kunnen we die zelfs aan elkaar linken. Of 2 verschillende maken. Want het leuke ervan natuurlijk is... we hebben natuurlijk nog steeds onze prachtige cactus hier. En die is inmiddels natuurlijk helemaal verlaten en alleen en eenzaam. Maar ja, wie zegt dat dit niet een mooie winkel kan worden? Want hij is nu leeg van binnen. Nou, het was leeg van binnen. Hij wordt niet meer gebruikt. Maar als we dit nou een keertje helemaal omtoveren tot winkel... en aangezien het nog steeds een cactus is... dacht ik dat het misschien wel leuk was om alle soort groenblokken... waar je wat aan hebt hier te gaan verkopen. Zoals cactus, bamboe, sugarcane... en mos of zo. Misschien mos inderdaad. Laat maar even weten in de reacties wat jullie een goed idee vinden om te gaan verkopen in de cactus. En als jullie dan wat leuks hebben achtergelaten, kunnen we hier 2 fabrieken bouwen. En die 2 fabrieken wil ik bouwen. In 1 video. Misschien zelfs de volgende video. Hey, een zombie villager. Wat gezellig. Kom binnen. Kom binnen, joh. Heb ik een boot voor jou? Ik heb een boot voor jou. Kom in de boot. Hallo, waarom loop je nou weg hier komen? Kom gezellig binnen, joh. Dames en heren, we hebben officieel een nieuwe vriend genaamd... hoe gaan we hem noemen? Ik heb geen name tag. Dan moeten we maar even anders noemen. Char? Ja? Heb jij een name tag? Ja. Mag ik een name tag? Ja. Ik kan duidelijk zien dat ik het niet goed genoeg heb opgelicht op deze straat. Die lantaarnpalen zijn niet genoeg. Het is echt gevaarlijk hier op straat altijd. Nou, bij mij liepen ook mobs, dus ik heb het ook niet goed gedaan. Nee, oké. Okay. Jij mag hem een naam geven, helemaal gewoon zelf. Ik mag hem een naam geven? Jij mag hem een naam geven. Hij moet wel hier echt gewoon bijzonder zijn. Hier is de Enfield in het hoekje. Het moet wel een hele bijzondere naam zijn. Oh jee. Is het een jongetje of een meisje? Dat mag jij ook beslissen. Ik durf niet te kijken. Heb je er een? Ja, ik word aangevallen hier. Wacht even. Waarom is het zo gevaarlijk op straat hier? Hoe ga je hem noemen? Esmeralda! Ja, au, Esmeralda, niet gelijk slaan dat ik je uitlach. Leuke naam, dankjewel. Esmeralda, die ga ik een goed leven hier geven, zo, oké? Mooi, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Sorry dat ik je dood heb gemaakt trouwens nog. Is oké. Ja? Goed. Esmeralda, welkom. Goed, vind jij Esmeralda ook net zo leuk en geweldig als het ik haar vind? Echt waar, ik heb een pijl in mijn hoofd en er is volgens mij iets mis met mijn gedachten nu. Ik proef mijn tanden. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je nou zo'n leuke video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk de allereerste video van onze enige echte Rick Force op Content Veen Seizoen 4. Gewoon kijken. En dan nu spreek ik later glaasje water. 4 plus 4 tot de volgende keer.